mensen, het is weer tijd voor een nieuwe update video. Vind jij update video super nice? Laat dat natuurlijk eventjes weten met een duimpje omhoog. We gaan voor die 3000. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat al niet hebt gedaan. En in de itemshop kun je natuurlijk ons supporten met de code. Te veel vraag wordt heel erg gewaardeerd. Laten we natuurlijk vandaag 18 maart weer eventjes beginnen met de itemshop. En we zien het hoor in de feature. De Lucky Rider, de Pot, oh god, de Firewalker, de Emerald Smasher, de Outburst en de Sergeant Green Clover. Super vette dingen. De daily zien we de Raining, de Slap Happy, de Longshot, de Tri-Star, Lucky Coins en de Lucky. En apart, want de Lucky Coins en de Lucky, die zitten in de daily, maar gisteren zaten ze er ook al in. Dus dat vind ik een klein beetje apart. Maar hey, ik heb ze gelukkig al gehaald. Dus als ze weggaan, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar heb je ze nog niet gehaald? Het zijn best wel goedkope dingetjes en hele vette. Dus ja, als je niet al te veel wil uitgeven en je wil wel iets kopen, dan is dit zeker weten een aanrader, want dat zijn hele vette dingetjes. Natuurlijk, de Potter Gold is natuurlijk wel de uitblinker van alle, vind ik persoonlijk. Is zo'n brute pickaxe. En ja, je kunt natuurlijk de supporter creator code te veel van gebruiken als je deze pickaxe gaat halen. Wie dat ook heeft gedaan, is Vince. Vince zegt, het te veel gevraagd. Het Dion DVG en Matthijs DVG. PS, rest in peace Matthijs. En hij heeft inderdaad de Pot O' Gold gekocht. En ja, ik heb eventjes lopen huilen s'nachts. Want ja, de Pot O' Gold, dat was natuurlijk mijn OG item voor de mensen die dat niet wisten. En hij zit nu in de item shop. Eigenlijk al 2 dagen. Ik hoop een klein beetje dat hij over enkele weken er bijvoorbeeld niet meer in komt. En dat we echt een jaar moeten wachten. Eigenlijk wat letterlijk is gebeurd met deze pickaxe. Dus grote kans dat hij er niet mee in gaat komen. Wil je hem nog? Ja, ik weet niet. Ik zal het risico in ieder geval niet nemen. Omdat hij de vorige keer echt heel erg lang er niet in de itemshop is geweest. Goed jongens, laten we overgaan naar het eerste topic. Of nou ja, eerste topic. Ik ga het weer eventjes heel kort hebben over Discord. Want vanavond begint onze Discord talentenjacht. Namelijk om 7 uur kan jij je talent aan ons laten zien. Ga eventjes naar onze Discord. En in de hashtag aankondigingen channel kan jij je opgeven. Jouw talent. En dat kan van alles zijn. Dat kan van... Ja, tenminste wat ik heb gelezen, hè. Botten kraken, zingen kan. Is dat origineel genoeg? I don't know. Je kunt ook samen iets doen natuurlijk. Sommigen kunnen heel erg goed ragen. Dat gaan ze aan ons laten horen. Want ja, alles moet natuurlijk wel via de microfoon. Bijvoorbeeld heel goed Fortnite spelen, dat kan niet. Want ja, hoe kunnen wij dat horen? Moet je dan heel hard op je toetsenbord gaan slaan of zo? Nou, als je daar heel goed in bent, laat dat dan ook eventjes achter in dat formulier. Wees origineel en wie weet kan jij vanavond voor ons performen. En dat wordt echt hilarisch. Goed jongens, laten we dan overgaan naar het echt eerste topic. En dit is gelijk groot nieuws voor mensen. Namelijk in het nieuwstapje zien we staan. Coming soon, a trusty sidearm. Be careful, it's got a kick to it. En dit item gaat behoorlijk bruut worden, kan ik je zeggen. Dit gaat namelijk een soort van, ja, een zwaar pistool worden, kun je wel zeggen. Dus lijkt misschien wel een klein beetje op de Desert Eagle of... Hoe heet die? Nou, in ieder geval, ik denk dat jullie wel weten welke ik bedoel, die we nu ook in de game hebben. Alleen deze heeft een iets langere reload time, heeft iets hogere damage. En er staat bij, it's got a kick to it. Dus misschien als je dit wapen schiet, word je een klein stukje naar achteren geschoten of zo. Ik heb geen idee, maar dat is wel wat ze bedoelen met een kick. Dus we gaan dat allemaal zien, waarschijnlijk dus in de content update. Want dit wapen komt in de content update. Meestal releasen ze zeg maar zo'n item voor zo'n content update. Meestal in de nacht van... zondag naar maandag om 1 uur 's nachts. Precies wanneer ik ook de video opneem. Dus dat is wel super chill. Maar ja, deze gaan we dus hoogstwaarschijnlijk dan zien in de content update. Daarnaast, wat gaan we nog meer zien in die content update? Naast dus de flintlock pistol. Nou, ik denk dat er wel een wapen wordt gevald. Omdat we dus dit wapen gaan krijgen. Welk wapen dat gaat worden, durf ik op dit moment niet te zeggen. Maar wat ik een beetje hoop is... Ik vergeet al die namen, maar ik denk dat jullie het wel weten. Dat wapen wat relatief nieuw is en wat je echt constant vindt. En wat niet achter elkaar schiet, maar waarbij je moet tappen, zeg maar. Echt dat irritante wapen. Ik hoop dat die wordt gevald. En wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, waarschijnlijk worden er wel wat encrypted files misschien weer... ja, dat ze niet meer encrypted zijn, zeg maar. Zou natuurlijk ook kunnen. Dus dan hebben we meer files waarin we kunnen kijken. Nieuwe skins natuurlijk. Hoop ik een klein beetje. Daarnaast, ja, misschien kleine dingetjes. Misschien een kleine map change hier en daar. Zou natuurlijk ook kunnen. Is niks zeker. Want we moeten wel in gedachten houden. Dit is een content update. Dus meestal betekent dat geen update. Maar moet je de game alleen even restarten. En dan kun je al de nieuwe items krijgen. Vandaar wisten we bijvoorbeeld al dat de flintlock pistol erin ging komen. En nog wat andere dingen.
dingetjes. Dus ja, dit gaat een vet item worden, denk ik. Het is eventjes afwachten. Waarschijnlijk dus dinsdag of woensdag de update. Damn, can't wait. Laten we overgaan naar het volgende topic. En ja mensen, dit gaat over de nieuwe map die is gereleased. Waar ze allemaal zo hyped over deden. Ik heb eerlijk gezegd niks gezien over het event met Ninja en Samsung en Fortnite. Over die nieuwe map en zo. Blijkbaar is er dus een soort van nieuwe game mode nu te spelen ook in Creative. Dus dat was de nieuwe map. Ze deden echt alsof het huge was, maar het was eigenlijk best wel slecht. Het is gewoon een map gemaakt in Creative. Daar hebben ze ook een trailer in gemaakt, letterlijk in replay mode. Dat hebben ze naar buiten gebracht. Het zag er niet uit. En nu kunnen jullie het spelen in Creative. Het is een nieuwe game mode genaamd Detonation. En de bedoeling is dat jij zeg maar een objective moet aanvallen of beschermen. Ja, je bent dus het aanvallende team of het beschermde team. That's basically it. Het lijkt me eerlijk gezegd niet heel erg leuk. Maar je kunt het proberen. De nieuwe map waar ook Ninja in heeft gespeeld. Kun je nu testen. Laten we snel overgaan naar het volgende topic. En dit is op zich best wel een handig dingetje. Het gaat namelijk over de vending machines. Sommigen weten het ook nog niet. Maar wanneer jij naar een vending machine gaat, alle items die erin zitten zijn gratis. Dus je hoeft niks meer te betalen qua wood, qua stone of qua metal. Dus dat is super chill. Wanneer je één wapen unlockt, dan... ja, dan verdwijnt de vending machine en kan niemand anders meer gebruiken. Maar dan heb je wel dat gratis wapen. Dus vending machines zijn super goed. Maar waar zijn al die vending machines? Ik heb namelijk een kaart voor jullie gevonden waarop alle vending machines staan. Dus dit is echt super handig. Jullie zien hem hier ook staan. Dus dit is sowieso super chill. Alle rode kruisjes, ja... logisch. Dat is een vending machine. Dus op deze locaties kun je dat vinden. Het is nooit volgens mij 100% zeker of er eentje staat. Er is altijd een kans. Maar als die er staat, loop er even heen. Want nu is eigenlijk altijd een vending machine een soort van heel erg goed. Want de meeste vending machines zijn ook wel hoger dan paars. Dus kun je ook hele goede items vinden. Is natuurlijk super chill. Dus loop naar de vending machines toe. Gebruik ze. Maar dat is zonde als je ze niet gebruikt. Want het is simpelweg gratis. Laten we overgaan naar de volgende topic. En mensen, dit is best wel groot nieuws. We hebben natuurlijk enkele maanden geleden de Freeze Bundle gekregen. Dat was ook een fysiek hoesje die je in de winkel kon kopen. En daarbij kreeg je een skin, kreeg je een glider, een pickaxe en V-Bucks uit mijn hoofd. Nou, zoiets gaan we nog een keer krijgen. Maar dan met een andere bundel. Jullie zien hem hier staan. De Fortnite Cobra plus 1000 V-Bucks. En wat krijg je hier precies bij? Nou, je krijgt 1000 V-Bucks, staat er ook bij. De Maverick skin. Je krijgt de Shade skin. En je krijgt dus 1000 V-Bucks. Dus eigenlijk die twee skins plus 1000 V-Bucks, hoe het tot nu toe uitziet in ieder geval, is natuurlijk wel super tof. En dit gaat weer waarschijnlijk dus zo'n hoesje worden die je ook echt in de winkel kan kopen. Dus dat betekent dat je een code krijgt. En hey, guess what? Zo'n code, die kunnen we weggeven. Dus binnenkort zijn het geen Freeze Bundles meer die we gaan weggeven. Nee, dan wordt het gewoon zo'n Cobra Bundle die we gaan weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen om deze dus binnenkort te winnen, is onze code gebruiken in de item shop. Dus dat onze code is te veel gevraagd. En stuur je bewijsje van je aankoop op naar onze Twitter of Instagram. Dan komt dat helemaal goed. Maar deze komt er dus zeer binnenkort aan in Europa. Dus dat is sowieso dikke vette hype. Laten we overgaan naar alweer het laatste topic. En dit gaat over de planes. De planes gaan waarschijnlijk terugkomen, mensen. Jazeker. Want er is enigszins bewijs gevonden. Een streamer joinde namelijk een game. En wat zag hij? Planes. Hij kon letterlijk een vliegtuig pakken in-game. Hoe crazy is dat? Nou, hij ging in ieder geval eventjes heen vliegen. En wat hij zag toen hij erin ging zitten, dat er een fuel meter in zit. Dus ze hebben aanpassingen gedaan. Precies wat wij enkele weken geleden ook hebben geleakt. Dat inderdaad de plane terug ging komen. Dus straks wanneer jij een airplane wil gaan gebruiken, dat betekent dat je niet meer eeuwig erin kan blijven zitten. Want letterlijk de, hoe heet dat, de kerosine of zo? Nou, in ieder geval de benzine die in een vliegtuig zit, die raakt op. Dus ja, je moet een keertje eruit, anders stort dat ding neer. En als je neerstort, dat is nooit echt een goed teken. Dus ja, dat wordt best wel apart, denk ik. Heel erg veel mensen hebben er haat aan. Heel erg veel mensen vinden het ook wel fijn. Maar ik denk dat ze een soort van balance proberen te vinden. Want ja, hij moet niet al te OP blijven. Want wat voornamelijk het probleem was, wat we nu bijvoorbeeld ook hebben bij de baller, je kunt er oneindig in blijven zitten. Dus heel erg veel mensen gingen destijds gewoon heel hoog in de lucht vliegen tot de laatste cirkel.
cirkel tot de laatste enemy en daarna naar beneden. Nou, dat gaat waarschijnlijk dus niet meer lukken, omdat je dus een maximum hoeveelheid aan vliegtijd hebt. Dus dat gaat sowieso niet meer gebeuren. De baller, ja, daar moeten ze ook iets mee doen trouwens. Maar dat is een heel ander topic, daar ga ik het deze video niet over hebben. Damn, dat ding is OP. Goed jongens, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie het super tof vonden. Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter, zo heel erg gewaardeerd. We gaan voor die 3000 likes, zei ik. We gaan gewoon voor die 3000. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Je kunt natuurlijk ons in de itemshop supporten met de code teveelgevraagd. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Peace out.